Dames en heren, geachte leden van de raad, van harte welkom op de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg van dinsdag 23 februari. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Baarslag van de fractie van Leefbaar Hardenberg. Voor het overige zijn wij compleet. Ik open daarmee de vergadering en heb gemerkt dat bij het onderdeel mededelingen de heer Breukelman een mededeling zou willen doen. Het woord is aan de heer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorige week zijn er een aantal positieve besluiten genomen in de Provinciale Staten die van invloed zijn op de Hardenbergse samenleving. En ik denk daarbij aan de streekfunctie in het kader van de omgevingsvisie en op het gebied van verkeer en vervoer aan de N340 en de 377. Voor het laatste geldt met name de tunnel in de Balkbrug en de investering bij Varssen. En naast de raad en het college hebben ook andere belangenbehartigers zich voor Hardenberg ingezet. En ik denk dan nadrukkelijk aan plaatselijke belangen zoals Balkbrug, de Saxenburggroep, de Rabobank. En de bevlogen wijze waarop zij de Hardenbergse standpunten in de Provinciale Staten naar voren hebben gebracht, die zijn wat ons betreft namens het presidium van grote waarde geweest. En namens het presidium wil ik dan ook mijn dank uitspreken voor alle betrokkenen die zich voor dit resultaat hebben ingezet. Daar wil ik bij laten. Dank voor uw waarderende woorden. En ik hoop dat de mensen die erbij zijn betrokken, waaronder de plaatselijke belangen die u al noemde, dit ook horen. Ik zag ze niet zitten dit keer op de publieke tribune, bijna vaste bezoekers bij ons. Maar ze zullen het vast te horen krijgen. Dank voor de waardering die van de kant van uw zijde is uitgesproken. Tot slot nog één korte mededeling. Een aantal van u heeft een soesje inmiddels tot zich genomen. Dat is het gevolg van het feit van de 60ste verjaardag van de wethouder in ons midden. En, ja, zegt u welke wethouder is dat dan? Maar dat is ook niet te zien. Maar de heer Prinsen is vandaag jarig en daar feliciteren we hem van harte mee. Nog vele jaren in ons midden en het gaat de wethouder goed. Ja, ik zeg dat even heel nadrukkelijk ook. Dank. De vergadering is hierbij echt geopend. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen of niet? De heer Jonkhans. Nou, ik wou graag een motie indienen. En wel over duurzaamheid. Duurzame energie. Een motie over duurzame energie. Ja. Ja. Het lijkt me goed om die bij de bespreekstukken aan de orde te hebben. Dat zou dan na de verordening van de evenementen zijn, agenda punt 6. Dan maken we daar 6a van. En dan 6b is de motie aangaande duurzaamheid. Akkoord. Akkoord. Daarmee is de agenda vastgesteld. De agenda punt 3. Spreekrecht en agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld bij ons. Dus dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 4. De actuele vragenronde. En de heer Wiltz heeft aangegeven gebruik te willen maken van de actuele vragenronde. Het woord is aan u. Voorzitter, ik wil de volgende vraag stellen aan de portefeuillehouder. De fractie van de ChristenUnie is ter oren gekomen dat voor de regionale inkoopstrategie jeugdhulp 2016... oftewel het regionaal transitiearrangement onvoldoende budget is. Er zijn nu regionaal circa 2,5 miljoen euro uit de reserve sociaal domein moet komen om de contracten af te sluiten, zodat zorgcontinuïteit kan plaatsvinden. Ik heb begrepen dat inmiddels de Raad van Zwolle in principe een bedrag van circa 6 ton heeft toegezegd daarvoor. En de fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vraag. Wat is de reden dat dit nog niet is behandeld in onze gemeenteraad en hoe denkt de portefeuillehouder hiermee om te gaan? Het is al een aantal weken bekend dat de reserve moet worden aangesproken. Ik zei al, de gemeenteraad van Zwolle heeft het al behandeld en ons lijkt wenselijk dat duidelijk wordt gecommuniceerd over de zorgcontinuïteit, de huidige problematiek en de voortgang van de transformatie. Ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder. Akkoord, dank u wel. Transitiebudget, stand van zaken ten aanzien van de positie in onze eigen gemeente. Ik kijk daarvoor even in de richting van wethouder Jansen, verantwoordelijk voor jeugdzorg, die nagaan.
Aan u het woord. Dank u wel. Ik zou heel procedureel kunnen zeggen, we hebben het net vanmorgen in het college behandeld en het is onderweg naar u toe. Dus ik ga ervan uit dat u het collegebesluit, ik denk vrijdag bij de stukken hebt. Maar het is misschien goed om ietsje meer te zeggen. Zwolle is even op de andere gemeenten van de regio vooruitgelopen, omdat Zwolle een andere financiële regeling met de raad heeft en Zwolle naar de raad moest en niet alle gemeenten naar de raad hoeven, omdat we geld hebben voor jeugdzorg. Dat hebt u beschikbaar gesteld voor regio en voor thuis. En dat hadden wij in een verhouding 85-15. Volgens mij zinkt die rond. In een verhouding 85%, 15% regio en hier. En het voorstel in het college was vanmorgen om 2% extra voor 2016 naar de regio te doen. En dat voorstel komt in alle 11 gemeenten. Zodat we wat extra geld hebben om in 2016 een extra korting op te vangen. Zonder nu het hele verhaal te doen. U weet dat wij in 2015 de jeugdzorg overgenomen hebben met min 15%. Dat wij daarvoor een bedrag hebben gekregen wat, denk ik, zat op de factencijfers van 2010-11. En dat in de mei-circulaire het Rijk er nog eens een keer 1,5 miljoen afgehaald heeft. Gaandeweg de wedstrijd, zeg maar, de spelregels veranderen. En het is die korting die ons nu opbreekt, want wij denken ongeveer een 5 miljoen tekort te draaien. En ja, die zullen we extra moeten bezuinigen door te bezuinigen en door te transformeren. En het is voor de zorgaanbieders op zo'n korte termijn, dat die duidelijk is geworden, ondoenlijk om dat per 1 januari helemaal zelf op te hoesten. En dat is de reden waarom wij voor 2016 besloten hebben om als regio 2% extra uit het lokale budget naar het regionale te doen, om iets meer tijd te hebben om die extra bezuiniging ook te halen. Het tweede die we gedaan hebben is samen met nog een andere regio in het land, de Food Valley, naar de transitieautoriteit te gaan en naar de staatssecretaris te gaan van er is toch echt iets misgegaan bij de verdeling van de gelden. Wij zijn twee regio's die apert er slechter uitgekomen zijn en we willen graag dat u daarna kijkt. En de transitieautoriteit heeft gezegd tegen tegen het ministerie van hier moet je toch echt eens even goed naar kijken. Nou, en dat onderzoek, dat loopt nog. Met andere woorden, wordt vervolgd. Ondertussen gaat de jeugdzorg gewoon door. Wordt gewerkt met bevoorschotting. En dat kunt u ook lezen in de stukken. En we zijn bezig om te proberen voor 1 maart, uiterlijk 1 april, de trein goed op de rails te krijgen samen met de zorgaanbieders. En we hebben goede hoop dat ons dat gaat lukken. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel. Er komt dus een stuk naar u toe. Ik kijk allereerst even naar de indienen van de vraag, de heer Wiltz, akkoord. Ja. Ik zie de heer Reiling. Ja, ik zou graag nog even van de wethouder exact willen weten. Volgens mij is 2015 het tekort van 3,5 ton ongeveer voor de gemeente Hardenberg. En als ik goed beluister, dan is het budget voor 2016 13% lokaal en 87% regionaal. Van de grofweg 12 miljoen die er vanuit onze gemeente in de jeugdzorg omgaat. Ja. Dat betekent die 2% betekent iets van zo'n 282.000 euro die er extra naar de regio gaat voor dit jaar. Voor 2016? 16, ja. Akkoord. Er komt dus nog een stuk ook naar de raad toe. Waarin datgene wat ze uitgelegd ook weer verwoord staat. Akkoord. Anders geen vraag voor de actuele vragenronde. Dan brengt ons dat bij agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2016. Heel goed. Akkoord. Ja. De bespreekstukken. Zoals gezegd, twee bespreekstukken. 6a en 6b. De verordening evenementen. Omdat ik daar portefeuillehouder van ben van dit onderdeel, zal ik de voorzittersrol even overgeven aan iemand anders en dat is mevrouw Hof. Ja, mevrouw Hof.
Aan de orde is agenda punt 6a, verordening evenementen. Wie kan ik daarover het woord geven? Voorzitter, voorafgaand aan de behandeling van het evenement. Voorafgaand aan de behandeling van het bespreekstuk, even kort het woord mogen? Van mij wel. Ja, als raadslid heb ik zelf persoonlijk belangenverstrengeling absoluut niet hoog in het vaandel staan. Ik ben er altijd zeer huiverig voor. En gezien mijn persoonlijke situatie zou ik het op prijs stellen als ik tijdens het agendapunt de raadzaal mag verlaten. Ik zal dan ook op dit punt niet meestemmen. Prima, dank u wel, meneer Brink. Dan gaan we nu wel over tot behandeling van agenda punt 6a. Wil meneer Breukeman, wilt u het woord? Oké, u was al in anticipatie op mijn vraag, wie kan ik het woord geven? Heel goed. Meneer Breukeman, meneer Odink, mevrouw Hansen, mevrouw Van den Hoek en mevrouw Juurlink. Ik begin bij meneer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gastvrijheid, kwaliteit van leven, mentaliteit. Dat zijn de eerste woorden van het document getiteld Hardenberg, de kracht van gewoon doen. En de eerste alinea hieruit luidt: de belangrijkste succesfactor wordt dus gevormd door de Hardenbergers zelf. Meer dan in welke gemeente ook worden ambities, ontwikkelingen en activiteiten bepaald door de mensen zelf. Aldus. Vanuit die insteek heeft de CDA-fractie deze verordening ook bekeken. En daarbij vinden wij, en daarmee kom ik ook meteen tot de kern van mijn verhaal, voorzitter. Daarbij vinden wij dat er meer aandacht mag zijn voor kleinschalige evenementen. Evenementen die bijdragen aan deze kracht van Hardenberg. Van de gemeente die bestaat uit 29 in vele opzichten verschillende kernen. Tevens zijn we van mening dat het ondersteunen van kleinschalige evenementen een positieve bijdrage kan leveren aan het idee van burgerparticipatie. Een term die ook in deze raadzaal veelvuldig is gevallen dan wel herhaald. Daarnaast vinden wij dat de regeling een goede evaluatie behoeft, hetgeen het afgelopen jaar niet of nauwelijks is gebeurd. We zien een dergelijke evaluatie op hoofdlijnen dan ook graag tegemoet. En we delen de opvatting van het college om te streven naar nieuwe initiatieven en innovatie, zoals deze ook in de verschillende criteria zijn opgenomen. Wat we echter niet steunen, maar dat bleek al uit mijn inleiding, is de huidige verdeling van de middelen. Het college wil een merendeel van de gelden besteden aan grote evenementen met een regionale of zelfs landelijke uitstraling. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze activiteiten ook in de afgelopen jaren niet in Hardenberg hebben plaatsgevonden. Om een en ander te formaliseren is er een amendement opgesteld waarvan ik met uw goedvinden, voorzitter, alleen het dictum zal voordragen. Besluit de verordening evenementen als volgt te amenderen. Artikel 5, lid 1. Het jaarbudget voor evenementen voor de periode 2015 tot en met 2018 bedraagt €75.000 per jaar. Voor grootschalige evenementen is een budget beschikbaar van €20.000 en voor kleinschalige evenementen €55.000. Artikel 17. Het college van BNW legt na ieder kalenderjaar een evaluatie aan de raad voor, met in ieder geval een overzicht van de aangevraagde en verstrekte subsidies. En tot slot de huidige artikelen 17, de inwerkingtreding, en 18, de citeerartikel, worden vernummerd tot respectievelijk 18 en 19. We beseffen ons dat iedere verdeling arbitrair is, maar mede met dit amendement meer recht te doen aan de activiteiten in de Hardenbergse samenleving. Arbitrair, dat geldt ook voor de criteria. Het blijft een afwegen van verschillende belangen. Dat maakt dit onderwerp ook enigszins lastig. Het heeft ons de afgelopen week flink van de straat gehouden, hoorde ik in de wandelgangen. En dat voor een dossier dat qua financiële omvang toch relatief genoemd mag worden. Hoewel ik als geen ander kan weten dat het college soms zwaar kan tillen aan bedragen vanaf €10.000, maar dat terzijde. Ook de brief vanuit Gramsbergen valt daarmee in een wat moeilijke categorie. Misschien wil het college daar zometeen nog even kort op reageren. De raad stelt de kaders vast en het college voert uit. Dat wil ik daar wel op de voorhand bij gezegd hebben. Maar misschien kunnen activiteiten, los van de financiële middelen, toch worden ondersteund in de organisatie. We horen daar graag iets over. En tot slot, voorzitter, ondanks dit amendement en onze extra insteek voor de kleinschalige activiteiten zijn wij wellicht wel bereid, als het college met een goed voorstel komt,
voor een groter evenement bereid om mee te denken in een alternatieve financiering daarvan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Breukelman. Ik zie dat meneer Gelling u wat wil vragen. Laat ik eerst vaststellen dat er een amendement ligt en dat nummeren we amendement nummer 1. Dat zal straks in stemming worden gebracht. Ik geef nu het woord aan meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Een vraag aan meneer Breukelman. Want zijn uitgangsposities vanuit zijn inleiding zijn nobel, mooi en bekend, maar stroken naar mijn beleving niet met de uitgangsposities van het hele voorstel zoals het hier voor ligt. Wat heel duidelijk tot doel heeft om juist Hardenberg als gemeente op de kaart te zetten, daar economische kracht aan toe te kennen, naamsbekendheid. Kortom, het straalt iets heel anders uit dan wat hij met zijn amendement hier probeert aan te geven. Wat in mijn beleving juist is het divergeren van het geld naar alle kernen, waardoor er dus geen financiële toegevoegde waarde is, waarin er geen naamsbekendheid komt. Heel sympathiek overigens, hè, want alle kernen, en daar twijfel ik niet aan, hebben daar baat bij. En de burgers van Hardenberg ook, maar het strookt zo niet met de hele uitgangspositie van dat wat voor ligt. Dat is één. En punt twee, worden wij natuurlijk altijd wat huiverig als het gaat over alternatieve financiering, waar wel iets voor gevonden gaat worden op het moment dat het zover is. Ik zou graag van meneer Beukeman willen horen hoe hij dat dan weer ziet met het dogma van onze begrotingsdoctrine, waarbij daar toch voor noodzakelijk is dat het onvermijdelijk en onuitstelbaar is. En nu denkt meneer Beukeman dat nooit zo heel serieus, zijn eigen doctrine, maar ik zou toch wel graag willen weten hoe hij dat hier gaat inpassen. Ja, voorzitter, laat ik beginnen dat ik me niet zozeer herken in die laatste opmerking, maar goed, dat even terzijde. Kijk, we hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, we doen 75 voor die 75.000 over die kleine evenementen. Dus we laten best wel iets ruimte over voor een wat grootschalig evenement. Dat op het eerste punt. Op het tweede punt heb ik inderdaad gezegd, heb ik in de oriënterende ronde gezegd, dat wij misschien wel willen meedenken in een alternatieve financiering. Als er een heel goed voorstel komt vanuit het college voor een grootschalig evenement. En laat ik dan nu op voorhand zeggen dat wij dan zullen zeggen, mocht het voorstel hier ter tafel komen, dat wij dan zullen pleiten om bij de begroting iets aan te doen. Mag ik nog één verdiepende vraag, voorzitter? Wat blijft dan toch voor mij over dat juist de rode draad, laat ik het als één rode draad formuleren, van de hele verordening is, dat er juist grootschalige argumenten komen die de naamsbekendheid, die economische uitstraling hebben, die zorgen voor bezoekersstromen, die bestedingen genereren voor onze gemeente. Dat is wat ik lees in het hele voorstel. En wat u juist doet, is dat divergeren naar de 27 kernen of 26 kernen die voorliggen. Vindt u niet dat u daarmee de hele strekking van het voorstel onderuit haalt? Nee, ik vind het niet zozeer. Ik snap uw redenatie wel. Aan de andere kant, als je nu vast zou houden aan 40, 35, dan ga je enorm achteruit op de subsidieregeling die wij vorig jaar hier, of eind 2014 geloof ik, met elkaar hebben vastgesteld. Dus ik ondersteun ook wel die criteria om met iets innoverends te komen. Alleen het grootschalige net iets minder frequent dan u misschien voorstelt. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Odin. Oeps. Mevrouw Hansen. Voorzitter. Ik kijk even naar de heer Gelling. Een budget van 20.000 of 40.000 dat in zou moeten of bij zou moeten dragen aan naamsbekendheid en voldoende media-aandacht, et cetera. Is natuurlijk gewoon peanuts. Als je dat wil bereiken, moet je gewoon op een hele andere manier onze gemeente neer gaan zetten met een ander budget. Nou, misschien dat dan daar een voorstel voor ingediend zou kunnen worden. Anders kan ik deze opmerking formeel wat slecht plaatsen van mijn buren. Mevrouw Van den Hoek wilde ook nog wat zeggen. Dank u wel, voorzitter. Dat is dan aan meneer Breukelman gericht van het CDA. In de verordening staat te lezen dat 50 subsidieaanvragen er zijn geweest, maar slechts een beperkt aantal zijn gehonoreerd omdat ze niet voldoen aan de lijn die de heer Gelling van VVD zo scherp nog een keer naar voren bracht. Verwacht u dan dat de openheid die u betracht naar de kleinere evenementen, dat daardoor meer ruimte gaat komen? Want de criteria zijn niet veranderd waar het aan moet voldoen, maar u stelt wel meer middelen ter beschikking. Dus stel dat we even voor gemakshalve uitgaan 50 subsidieaanvragen, beperkt aantal zijn er 10, 15. En daar moeten we dan volgend jaar 55.000 euro over gaan verdelen. Hoe ziet hij dat? Of mag, wanneer er geld overblijft, dat flexibel ingezet worden naar misschien de eventuele grote evenement die alsnog komt?
Ja, voorzitter, kan ik van deze plek even beantwoorden. Ik vind overigens wel dat de criteria die nu in de verordening staan niet met gelijke strekking, met dezelfde scherpte in de subsidieregeling van december 2014 staan. Maar goed, dat terzijde. Ik heb wel vanuit het college begrepen, maar misschien kunt u die vraag zo nog even aan het college stellen. Dat mochten er gelden over zijn van een boekjaar, dat dat eventueel meegeworden kan komen naar een ander boekjaar. Waarin de verhouding niet verandert, maar als er misschien een grote evenement zich voordoet. Ik neem aan dat het college dat dan ook aan de raad zal voorleggen, dat daar misschien mogelijkheden liggen. Ik weet niet of dat in de buurt komt in de antwoord op uw vraag. Ik wou het erbij laten. Voor dit moment even genoeg, dank u. Ja, als u de vraag bewaart voor zometeen, dan heel goed. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie vindt het belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente Hardenberg dat er evenementen plaatsvinden. Daarbij zijn wij voorstander van mooie evenementen die recht doen en tegemoet komen aan de uitgangspunten zoals deze zijn benoemd in deze verordening. Juist omwille dat het evenementenbeleid alle aspecten van recreatie en toerisme, kunst en cultuur, citymarketing en economie raken, hadden wij gehoopt dat het college met een beleidsnota was gekomen, waarbij de raad en ook de rol die wij hebben als raad om kaders te stellen, de mogelijkheid zouden hebben gehad deze vast te stellen en te bespreken. Nu spreken we alleen maar over de spelregels zoals deze zijn verwoord in deze verordening evenementen. Voorzitter, we moeten rekening houden met cultuur, sport, recreatie en toerisme als belangrijke pijlers voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Maar daarbij moeten we ook het economische belang van citymarketing niet vergeten. We moeten er ook voor zorgen dat het gehele jaar door bezoekers, en het liefst ook nieuwe bezoekers, van buiten de gemeentegrenzen naar onze winkelcentra en omgeving komen. Voorzitter, in de discussie rondom deze verordening heb ik een aantal keren de uitspraak gedaan: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Met deze uitspraak willen wij benadrukken om naar de partijen toe, naar de evenementhouders toe, inventief te zijn. Om een aantrekkelijke omgeving, evenement of koopcentrum te blijven, zijn voortdurend vernieuwingen nodig. Wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente, maar nog een steuntje in de rug nodig heeft, mag een beroep doen op subsidie. Wij roepen partijen op om deze nieuwe initiatieven te ontwikkelen, die het meeste recht doen aan de geest van deze verordening. Daarbij spreken we de wens dat de initiatiefnemers niet alleen maar naar kijken naar de subsidiebedragen, maar ook proberen op een creatieve manier mooie en levensvatbare evenementen te organiseren. De ChristenUnie is van mening dat de verordening evenementen recht moet doen aan alle partijen. Daarom hebben we ook een andere verdeling voor ogen voor wat betreft de grootschalige of kleinschalige evenementen. Vanuit ons verkiezingsprogramma vinden we het daarbij ook belangrijk om subsidies stelselmatig door te lichten op nut en noodzaak. Het is ook om die reden dat wij graag op de hoogte blijven voor de jaarlijkse aangevraagde en verstrekte subsidies. Voorzitter, vandaar ook is het voor de ChristenUnie belangrijk om het amendement als mede-indiener te ondersteunen. In dit amendement van het CDA zien wij precies die aanscherping en verbetering zoals wij die met de voorliggende verordening evenementen voor ogen hebben. Dank u wel. Geen vragen volgens mij. Mevrouw Van den Hoek. Mevrouw Hansen, ja, ik wilde mevrouw Van den Hoek vragen hier, maar ga uw gang. U dacht van elkaar dat u een nee. Dan geef ik mevrouw Van den Hoek eerst het woord. Voorzitter, dank u wel. De verordening zoals die hier nu ligt, hebben wij op zich geen problemen mee. Wij begrijpen het punt van de ChristenUnie heel goed, waar we vorige keer uitvoerig over hebben gesproken, over het beleid. Maar wij zijn van mening dat het beleid zou moeten liggen in de nieuwe cultuurvisienota. Daar zijn we in afwachting van. En wij vinden het jammer dat deze verordening vooruitlopend op die nieuwe visies gaat komen. En daarnaast vinden wij dat het amendement van het CDA niet past bij de nieuwe wijze waarop je naar de infrastructuur van culturele ondernemingen of vormen van evenementen die ten bate zijn van onze culturele, sportieve en toeristische ontwikkeling, wat onze gemeente op de kaart zou moeten zetten. Juist door een splitsing in de geldenstromen neer te leggen, maak je het eigenlijk inflexibel. Door juist geen splitsing aan te brengen en de opdracht mee te geven aan de ambtenaren, maar ook bij de betrokken partijen als toerisme, recreatie, kunst en cultuur
En als het gaat over centrummanagement van ook alle andere kernen, niet alleen van Hardenberg, als je die expertise samen zou kunnen voegen, kun je veel beter je geld inzetten daar waar je raakvlak hebt, bij de mensen die daar expertise in hebben. Wij stemmen dan ook niet in met dit amendement, want wij denken dat die splitsing maakt dat je inflexibel wordt. Daarnaast denken we dat als er een nieuw voorstel zou komen voor een groter evenement, en het geld zou op zijn, en wij moeten dit opnieuw bespreken binnen deze raad, ik had niet verwacht dat ik dit ooit zomaar zou gaan zeggen, ben ik het volledig eens met de heer Gelling, dat je dus niet voorbij kunt gaan aan die begrotingsdoctrine. Zeker ook niet als het om dit soort kleine bedragen gaat, want dat had je van tevoren veel slimmer aan kunnen pakken. Zoals ik eerder zei, het had wat ons betreft eerst in de visie van de cultuurnota moeten zitten, alvorens deze verordening, maar dat kan juridisch niet. Dus wij stemmen in zoals die er nu ligt vanuit het college, omdat we wel vinden dat die verdeling in ieder geval ruimte geeft en wellicht stimulerend kan werken om tot grote ontwikkeling van evenementen te komen om die doelstelling te behalen zoals in de verordening worden bewoord. Dank u. Ja, voorzitter, zou ik daar toch even een vraag over mogen stellen? Ik hoor mevrouw Van den Hoek zeggen dat ze eigenlijk niet voor een verdeling is. Toch zie ik ook geen tegenvoorstel op de verdeling die nu in het plan is opgenomen. Dus dat verbaast me dan een beetje en dat is één. Een tweede is, als je niks aan het plan verandert, dan ga je dus akkoord met 4035. Ja, de lijst met aanvragen op de kleinschaligheid, tot 5000 euro heb ik dan over. In het afgelopen jaar zat op 58.000 euro nog iets. Dus dat betekent dat u halveert, u gaat snijden in de evenementen die tot nu toe gesubsidieerd worden. Daar snijdt u gewoon de helft uit in feite. Ik vraag me af of dat een verstandige keuze is, maar goed, dat is aan u. En over de begrotingsdoctrine, u begint daar ook over. Kijk, het staat natuurlijk vrij om in het debat te zeggen van dat wij iets steunen of niet. En dan is de begroting ervoor, en misschien de eerste bestuursrapportage om daar vast al een vooruitblik op te geven, dan is de begroting daarvoor om dingen vast te leggen. Daar hebben we ook die twee O's voor afgesproken. Dat wil niet zeggen dat je gedurende het jaar nooit meer ergens iets van mag vinden. Dat vind ik een kromme redenatie. Voorzitter, heb ik toch een les gekregen in hoe de begrotingsdoctrine werkt. Waarvoor dank. Die neem ik mee. Ik begrijp wat u zegt, maar ik denk wel dat het belangrijk is in deze nieuwe tijd waarin je moet gaan kijken hoe je optimaal kunt komen met minimale middelen in een creatieve, innovatieve ontwikkeling, juist stimulerend kan zijn om de gelden op deze manier wel te splitsen, waarbij je A, ondernemers op het cultureel vlak, die samenwerkend kijken naar grootschalige evenementen, waarbij kleine evenementen een onderdeel van zouden kunnen zijn, andere mogelijkheden biedt. Door zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen, wil niet zeggen dat je komt tot een kwaliteit die je zou willen. Zou ook niet passen binnen een nieuwe, innovatieve wijze van kijken naar culturele infrastructuur die we nodig zouden hebben om de samenhang te krijgen tussen toerisme, recreatie, tussen economisch gewin en het bekendmaken van wat wij hier zo goed kunnen, namelijk het gastvrouw of gastheerschap. Die consolidatie van die ideeën, en juist die bundeling, maakt namelijk de kracht van een evenement. Hoe meer kleine posten wij ter beschikking stellen, zou juist de mogelijkheid kunnen bieden om aan dat doel voorbij te gaan. Ik heb in de oriënterende ronde gezegd dat ik dat licht zachtjes uitgedrukt wat kortzichtig vind binnen de toekomstvisie. Dit gaat over 3 jaar en daarmee zetten we het op slot. Hoeveel bewegingsvrijheid is er dan nog voor de kleine ondernemers en innovatieve denkers om dan te komen tot nieuwe uitwerkingen van een evenement? Ja, voorzitter, tot slot hè. Ik vraag mij af of de fractie van GroenLinks het niet wat prematuur vindt om nu de helft van de evenementen eruit te snijden om een budget beschikbaar te stellen voor evenementen waarvoor in de afgelopen jaren nog nooit een aanvraag gedaan is. Voorzitter, ik heb in de oriënterende ronde aangegeven dat op het moment dat er weinig gebruik wordt gemaakt of niet op de juiste wijze de aanvragen worden ingediend, wellicht daar een taak ligt vanuit de gemeente om de informatie goed te communiceren aan welke criteria zou moeten kunnen voldoen om in aanmerking te komen, dat is één. En twee, het was absoluut niet noodzakelijk dat ik een tegenamendement zou indienen. U heeft collectief namelijk al op dit moment de meerderheid. Het leek mij dan ook niet nodig om dat op die formele wijze nog kenbaar te maken dat ik niet eens ben. Was misschien een goed signaal geweest, maar goed. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken?
Als het een korte opmerking is. Zeker, een hele korte. En een noodzakelijk. Meneer Breukelman geeft een geheel eigen invulling aan de begrotingsdoctrine. En wordt daar, daarvoor bedankt ook. En dat is toch wel zorgwekkend. En ik weet niet waar de zorg zit, bij de bedanker of bij meneer Breukelman. Die probeert hier zijn eigen zakken te vullen. Maar zijn uitleg van de doctrine is volstrekt onjuist. En ik wil hem niet betitelen of kapitelen hierin. Maar ik wil toch wel aangeven dat het zo is dat als er een uitgave niet in de begroting staat, dat dat slechts en alleen kan plaatsvinden als er aan de twee O's is voldaan. Onuitstelbaar en onvermijdelijk. En ik ben benieuwd naar het evenement wat meneer Breukelman daaronder vindt vallen te zijner tijd. Maar laat ik hem voorlopig het voordeel van twijfel geven. Wij kijken daar naar uit. Dank u wel. Meneer Gelling, dank u wel. Mevrouw Van den Hoek, dan. Oh. Sorry. Ik wil alleen nog even zeggen dat ik het jammer vind dat de heer Gelling de ironische ondertoon van mijn dank dit keer heeft gemist. Dan wil ik graag mevrouw Juling vragen om... Ja, er is al ongelooflijk veel gezegd, voorzitter, tijdens de oriënterende ronde en nu ook weer. Het gaat om, vanuit het collegeprogramma hebben we 3 ton beschikbaar gesteld om over 4 jaren te verdelen voor evenementen. Daar kiezen we voor dat er ook nieuwe evenementen meer aan bod komen. En dat kan ook zijn in Delensvaria die een hele nieuwe dag gaat bedenken. Ik weet niet wat ze gaan doen daar dan, maar dat is aan hun. En dan is het aan de subsidieverstrekker om te beoordelen of het genoeg vernieuwend is om te zeggen van, hé, we gaan daar subsidie aan geven. Nou, die mening delen wij. Dat is een kader waar wij ons achter willen stellen. Dat is ook eigenlijk uiteindelijk ook de inbreng geweest in het collegeprogramma om eens naar nieuwe evenementen te komen. Nou, de grootste evenementen voorzitter, de portefeuillehouder kon daar helaas geen voorbeelden van geven, want hij bleef eigenlijk bij Delensvaart natuurlijk. Dat is ook een heel mooi evenement, maar of dat het grootste evenement is, dat weet ik niet. Het bleef maar van, ja, we weten eigenlijk niet van wat voor grote evenementen zal komen. Dus we moeten er wel geld voor beschikbaar stellen, maar het is er nog niet. Dus vandaar dat wij zeggen van, nou, we reserveren nu 20.000 euro en 55.000 euro bewaren voor kleinere, maar wel evenementen die vernieuwend zijn en die ook Hardenberg een klein beetje op de kaart zetten. Of dat dan vanuit Schuine Sloot is of Reserveen, op de kaart zetten binnen onze regio. Wij steunen dan ook het amendement wat ingediend is door CDA en ChristenUnie. Dank u wel, mevrouw Juurlink. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Zoals ook andere partijen uitgesproken hebben, ook D66 had graag gezien dat deze verordening een onderdeel zou zijn geweest van de nadere uitwerking van de visienota ontwikkeling kunst, cultuur, recreatie, toerisme. Het grijpt allemaal in elkaar, hoort bij elkaar, helaas. We hebben helaas, nu moeten wij toch beslissen over de verordening evenementen. Samen met een aantal partijen hebben we meegewerkt aan het amendement dat daarom ook onze instemming kan hebben. Jammer vinden wij het wel dat wij geen meerderheid hebben gevonden om subsidietoekenningen aan organisaties die een innovatieopdracht hebben gekregen voor een langere periode een subsidie toe te kennen. Bijvoorbeeld 3 jaar. Innovatie laat zich niet afdwingen en kost de tijd. Ook een organisatie heeft tijd nodig om te kunnen werken aan vernieuwing. Maar misschien dat we bij de behandeling van de eerder genoemde visienota hier nog wel succesvol op terug kunnen komen. Soms wacht D66 geduldig op vernieuwing, zoals u weet. Vooralsnog wachten we de reactie van de portefeuille af. En tot zover, voorzitter. Dank u wel. Verder niemand? Heel goed, dan vraag ik de portefeuillehouder, de heer Snijders. Dank u wel, voorzitter. Een korte reactie van de zijde van het college, want ik hoef niet over te doen wat er in de oriënterende ronde al is gezegd, want de bedoeling van de verordening was duidelijk. Wij willen evenementenbeleid opzetten in de volle breedte in de zin van onderop initiatieven laten komen. Dus niet van bovenaf in een visienota, cultuur, toerisme, sport, zoals u dat noemt, integrale nota die er zou zijn of zou moeten zijn, dat vastleggen, maar juist van onderop laten komen, ook gezien
het budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld door uw raad bij het begin van de coalitieperiode. Dat was het uitgangspunt aan het begin en we hadden daar ook vooral een economische invalshoek in gekozen. Een invalshoek in de zin van naamsbekendheid vergroten, aantrekkelijke evenementen organiseren die ook wat groter zouden zijn, ook verbonden zouden worden aan wat namen die groter zijn. Ik heb dat eerder ook genoemd. Waarbij u kunt denken aan, zoals we nu doen, de Leontien Ladies Ride, maar ook een Eneco-tour of noem maar op. Dat je zegt, we liften mee met anderen om onze naamsbekendheid te vergroten, om mensen naar dit gebied te halen, om hier te genieten van de goede dingen die we bieden. Dat was de instelling van de evenementennood of de verordening, evenementenbeleid. Zo is die ook uitgevoerd het eerste jaar. Nu moeten we hem vastleggen in deze verordening. En ik merk dat de meerderheid in uw raad zegt van, nou, voor een deel willen we daar nog wel in meegaan. Maar we vinden het ook belangrijk om juist van onderop kleinschalige initiatieven in de samenleving die we hebben, in de gemeenschappen, zeg maar, om daar ook aandacht voor te hebben. En ik constateer ook, ik check dat ook maar even, dat u daarbij ook wel zegt van, we hebben geen behoefte om nu om de criteria bij te stellen. Dus we zijn het wel eens met ook de vernieuwing die erin moet zitten. Dus op zoek gaan naar ook nieuwe evenementen. Niet de evenementen die we al jarenlang doen, maar vooral ook de nieuwe initiatieven die er zijn om ook de aantrekkelijkheid te vergroten. En ik vertaal hem dan ook maar zo dat dat soort kleinschalige evenementen misschien op termijn wel wat groter zouden kunnen worden. En daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden al van genoeg in onze gemeente die ook klein zijn begonnen, maar heel mooi uitgroeien tot wat grotere evenementen die daarmee ook weer een groter publiek trekken. Dus dan denk ik van, nou, misschien over 3 jaar, als deze regeling is afgelopen, is uw raad toe aan misschien wat grootschalige evenementen en daarbij ook wat grootschalige budgetten zou beschikbaar willen stellen. Maar dat is een droom die ik op deze plaats nog steeds heb. Vooralsnog ga ik terug naar de politieke realiteit en constateer ik dat daar de meerderheid op dit moment niet verder wil gaan. En ons college, wij vanuit het college hebben gezegd van, nou, als men dat zo vertaalt, dan zullen we daar aan meewerken. En daar behoort dan ook bij een evaluatie die moet plaatsvinden. En dat inzicht zullen we u ook geven van hoe heeft dat zich dat nou ontwikkeld. Tot slot nog even, ook de vragen die merk ik bij GroenLinks en ook bij de D66-fractie. De huidige toerisme-nota en de cultuur-nota waren vooral geënt op de structuur van de organisatie en niet zozeer op de activiteiten, zeg maar. Dus dat is ook al een wijziging zoals die nu erin zit. Dus dat geef ik toch nog even mee. Een toekomstige nota zou er wellicht anders uit kunnen zien. Alhoewel wij wel op het standpunt staan dat we zeggen van ja, wij willen niet hele grote nota's meer maken. Want laat nou vooral ook het veld zelf met initiatieven komen en ideeën komen. En dan kijken van wat daarbij past. Mevrouw van den Hoek. Voorzitter, dank u wel. Om verwarring te voorkomen, ik besef heel goed dat dat binnen die nota niet zo is. Waar ik op doel is dat het nuttig zou zijn op het moment dat die nieuwe visienota komt, dat dit wel een wezenlijk onderdeel is waarin kruisbestuiving en infrastructurele lijnen helder gemaakt worden, dat ook cultuur, toerisme samenkomen tot evenementen moet leiden. Dat is mijn doel, niet dat er een hele grote nota moet komen. Akkoord. Volgens mij zou het mooi zijn om de komende jaren ervaring op te doen met datgene wat nu voor ligt en de mogelijkheden die dat biedt. Zoals gezegd, de criteria worden niet aangepast vanuit uw raad, dus dat betekent dat we wel op diezelfde voet doorgaan. Er lag ook nog een vraag of een opmerking boven van ja, wat betekent dat dan? Want het zou kunnen zijn, zoals dat afgelopen jaar ook is gebeurd, dat niet al het geld besteed gaat worden. Omdat evenementen niet voldoen aan de criteria of omdat er misschien te weinig evenementen worden aangemeld. Dat zou betekenen dat in de verordening zoals die nu voor ligt, dat het geld meegenomen wordt naar het volgend jaar. Dus eigenlijk, dat doen we bij andere regelingen ook wel, afgezien van de begrotingsdiscipline die we hebben, dat we ook hebben gezegd, er is 3 ton beschikbaar voor evenementenbeleid en die 3 ton wordt daaraan ook besteed. En dat geld wordt dus ook, als dat niet besteed wordt, en dat zult u nu zien bij de jaarrekening, wat geld wat erover is gebleven, om dat mee te nemen naar de volgende jaren toe, zodat dat dan weer voor het evenementenbeleid bestemd wordt. Dus die mogelijkheid die is er, of tenminste dat is de koers zoals we die varen. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Mag ik een kort vraagje stellen of eigenlijk een opmerking maken? Want het doet me natuurlijk deugd dat onze burgemeester wel exact weet hoe de begrotingsdoctrine werkt.
Maar ik hoor hem eigenlijk zeggen, naar aanleiding van het amendement van het CDA, ja, ik doe het er maar mee. Hè. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Want u zegt inderdaad juist, de bedragen worden veranderd, maar de criteria niet. Hè. Dus de pot wordt toebedeeld aan kleinere evenementen, maar die moeten dan wel steeds voldoen aan de criteria die ik eerder al noemde. Kunt u daar nou ook wat mee? En is niet de consequentie daarvan juist? En schiet het amendement daarmee niet enorm aan haar doel voorbij? Dat ik u hoor zeggen, ja, dat kan dus inhouden dat we dat geld niet kunnen besteden, omdat die kleine evenementen niet aan die criteria voldoen. Dus is de goede bedoeling die achter het amendement zit nou niet juist de reden om geen evenementen te gaan financieren of subsidiëren, zoals u het noemt? Nou, in mijn beleving blijft de uitdaging voor de verenigingen en instellingen in onze gemeente erin bestaan om op zoek te gaan naar vernieuwende elementen in je evenementen, zeg maar. Zodat daarmee toch een stuk aantrekkelijkheid gaat ontstaan. En ik zie daar ook wel mooie initiatieven in. Dus in die zin, en we hebben ook het afgelopen jaar gezien dat er vele evenementen zijn aangevraagd. En ik denk, kijk even, volgens mij houden we zo'n 8000 euro uiteindelijk over van het afgelopen jaar. Dus ik denk dat dat wellicht meevalt. Maar dat zal de tijd leren. Mag ik toch even heel concreet, voorzitter? Want de strekking is, als ik het goed begrijp, dat in al die kleine kernen waar hele goed bedoelde, fantastische evenementen worden georganiseerd, dat daar veel geld naartoe moet gaan. Dat is de strekking van het amendement. Maar de criteria blijven, en ik hoef ze niet op te noemen, dat betekent dus dat er een culturele, sportieve, dan wel toeristisch klimaat moet worden geschapen als ze in welke kern dan ook een activiteit gaan organiseren. Is het dan concreet zo dat dat amendement ook gaat bereiken wat het voorstaat? In mijn beleving, want u heeft het steeds over kennen, dat in alle kennen wat moet gebeuren. Dat was het strekking van het verhaal van de Beuken, want die had over 26 kernen. Dat zie ik voor een deel ook wel. Maar het is niet zo dat wij de kernen als uitgangspunt nemen in de verdeling van geld of middelen. Uitgangspunt blijft in de evenementen, de vernieuwing die erin zit, nieuwe elementen die worden toegevoegd, innovatie als het ware, dat blijft voorop staan. En daar willen we de prikkel in leggen. Dat is in de verordening neergelegd en die zit er nog steeds in, dat constateer ik. Alleen de grootschaligheid, we hadden gezegd, nou, we kiezen toch voor twee wat grotere evenementen die je aan je zou kunnen binden. Waarbij we echt wel mogelijkheden zien wat dat zou kunnen zijn. Nou, ik noemde al de Leontien Ladies Ride, maar je hebt ook andere wat grotere evenementen, die zouden overigens ook heel goed vanuit de kern zelf kunnen komen. Hè? Want ik denk ook wel eens dat dat misschien een misverstand is. Dat u denkt van ja, dat moet van buiten komen, de organisator. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. We dagen uit, we dagen de organisatoren in onze gemeente uit om iets te zoeken waar potentie in zit, waar groei in zit. En ik denk, nou, dat gaan we het komende jaar ook meemaken, maar daarom krijgt u ook de evaluaties. Laten we dat nou maar eens gaan ontdekken met elkaar. Meneer Oudink, heeft u nog een vraag of inmiddels niet meer? Oké. Nee. Dank u. Dat was het. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Nou, misschien heel kort even een reactie op de ingekomen brief in het kader van de verordening die voor ligt. Daar had ik nog een navraag. Is de brief vanuit Gransberg die is gekomen over oud en nieuw jaarfeest, zeg maar. Een aantal jaren geleden. Er was een regeling, maar die stond niet in het teken van evenementenbeleid, maar meer in het kader van veiligheid en dergelijke. Om te zorgen dat mensen op centrale plekken in de gemeente of in verschillende locaties hun feestje konden vieren, zodat het buiten op straat wat rustiger was. Dat is in het kader van eigenlijk tweeledig, in de zin van dat het de wens er minder was, omdat er ook minder noodzaak toe was om dat te organiseren, omdat mensen toch hun eigen vertier zoeken. En het aantal incidenten in de nachtelijke uren tijdens Oud en Nieuw enorm is afgenomen. Is dat weggehaald en dat kwam ook in het kader van de bezuiniging ook wel goed uit. Dus toen is die lijn eruit gehaald. Ik zie op dit moment niet heel veel vernieuwing en innovatie in een oud en nieuw jaarfeest in de verschillende gemeenten. Ik vind dat toch een beetje, zoals ik er nu tegenaan kijk, maar goed, wie weet. Maar zoals ze nu binnenkomen, het afgelopen jaar ook. Zijn er toch de traditionele feesten die worden georganiseerd. En dat is hartstikke mooi, dat is leuk, dat is belangrijk. Maar dat is van onderop door de samenleving zelf. En die feesten draaien in zijn algemeenheid ook gewoon prima. Voorzitter, mag ik nog één vraag over stellen aan meneer Breukelman? Ja, laatste vraag. Is het nou de bedoeling, en ik bedoel het ter verduidelijking van uw amendement, om dit soort evenementen nu wel of niet te gaan subsidiëren?
Nee hoor, ik had gewoon even de vraag van hoe zit het nu met de ingekomen brief en nu toevallig over hetzelfde onderwerp gaat, denk ik, verstoot die vraag even. Oké. Okay. Duidelijk, dank u wel. Volgens mij kunnen we dan overgaan tot de stemming en dan geef ik de stoel graag weer terug. Akkoord, dank u wel. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is er niet. Conform de procedure gaan we eerst stemmen over het amendement en dan over het voorstel zelf. Dus ik zou het amendement over de verordening allereerst in stemming willen brengen. Amendement is ingediend door de fracties van het CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid op koers nu en D66. En ik kijk even rond naar de andere fracties. Kunt u ook instemmen met dit amendement? De fractie van GroenLinks? Tegen. Tegen. En de fractie van de VVD? Tegen. Daarmee heeft elke fractie zijn zegje gedaan. En dat betekent dus dat het amendement is aangenomen met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Al dus besloten. Dat brengt ons bij het voorstel zelf. En ik vraag u of u kunt instemmen met de verordening evenementen zoals die voor ligt, Hans. De fractie van het CDA akkoord, ChristenUnie akkoord, VVD akkoord, D66 akkoord, op koers.nu ook akkoord, GroenLinks en Partij van de Arbeid ook akkoord. En daarmee is... Ik heb nog niet met de hamer geslagen, dus dat gaat nog net goed. U wordt geacht, u stemt tegen. Met uitzondering van de fractie van GroenLinks is deze verordening aangenomen. Akkoord. Wij gaan naar agenda punt 6b van de bespreekstukken. Een motie, vreemd aan de orde, over de duurzame energie. Ik geef graag het woord aan de heer Jonkhans. Dat mag u ook van achter het spreekgestoel te doen. Heeft de voorkeur. En ik constateer dat ook de heer Brink zijn entree opnieuw maakt in deze gemeenteraad. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, vorige week dinsdag was er in deze zaal een inspirerende bijeenkomst over duurzame energie. Er werden interessante woorden gesproken, door onder andere door de VNG, mensen uit de Hof van Twente. En uit de Achterhoek. En die hebben ons aan het denken gezet. Want onze doelstelling voor duurzame energie. Die gaat tot 2020. En niet verder. En die beperkt zich tot 14%. En daarmee gaan we er niet mee komen. Is onze overtuiging. Dus zijn we in de pen geklommen. Hebben een motie opgesteld. Samen met de ChristenUnie. En de CDA, waarvan het dictum luidt: de mogelijkheden te verkennen om tot een ambitieuze lange termijn doelstelling voor de opwekking van duurzame energie in 2030 te komen, waarbij een realistische mix van de huidige mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie als leidraad dient. Daarbij de genoemde voorbeelden, die van Hof van Twente en Achterhoek en Sabeck, te gebruiken en de raad hierover uiterlijk eind 2016 een voorstel voor te leggen. En zoals u al hoorde heb ik in het dictum ook even een Sabeck genoemd. Tijdens die bijeenkomst is voorgesteld om na de zomer een excursie te organiseren naar Sabeck. En wij zouden de wethouder willen vragen om dat voor de zomer te doen. Dank u wel. Akkoord. Dank voor het indienen van de motie. Ik denk dat het goed is om deze motie in bespreking te geven. Ik heb gezien dat de motie op zich wordt ondersteund door de ChristenUnie en de CDA. Maar ik wil andere partijen graag de gelegenheid geven om hier iets over te zeggen. Op koers.nu, GroenLinks en D66. Op koers.nu, de heer Botten. Dank u wel, voorzitter. Wij zouden op deze motie die nu voor ligt graag een korte reactie willen hebben van de verantwoordelijk portefeuillehouder. Die gaat ongetwijfeld nog komen. GroenLinks. Misschien aanvullend, voorzitter, de vraag is: wat vindt hij ervan? Ja. Deze wethouder vindt overal wat van, dus hij zal hier ongetwijfeld iets van vinden.
GroenLinks. Voorzitter, dank u. Het is geen verrassing dat wij natuurlijk enorm voorstander van deze motie zijn. Mijn vraag naar de Partij van de Arbeid is dan ook, wilt u alleen dat wij instemmen? Of zou u wenselijk achten dat er in unanimiteit de motie wordt ingediend? En dat geeft toch een wat prachtiger signaal, even los van de reactie van de wethouders zometeen. Kans. Nou, als u mee wilt indienen, ik zal maar zeggen, u bent welkom. Akkoord. D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk was een van mijn vragen aansluitend op die van mevrouw Van der Hoek. De rol van overige raadsfracties buiten de coalitie om heb ik wat gemist bij het indienen in deze. Dat heeft mede te maken met de tijd waarop de motie werd rondgestuurd, te weten ergens vandaag. En ik heb dus verder geen kans gehad om daarop te reageren. Dus bij deze, het initiatief aan zich is hartverwarmend. Toch wilde ik, voordat ik vol enthousiasme mee zou willen gaan indienen, een paar vragen stellen. U heeft het over een ambitieuze lange termijn doelstelling voor 2030. Kunt u dat wat nader specificeren? Kunt u bijvoorbeeld zelf aangeven wat de ambities zijn wat u betreft? U doelt al op Saarbeek 300% opwekken van duurzame energie. Is dat bijvoorbeeld een ambitie die dan gehanteerd wordt? En aansluitend daarop, als ik mag, voorzitter, een vraag / opmerking over een realistische mix van de huidige mogelijkheden. Wat is een realistische mix en waarom richten wij ons eigenlijk uitsluitend op de huidige mogelijkheden terwijl de innovatie zo snel gaat? Dat zijn voorlopig mijn vragen. Vragen in de richting van de indieners van de motie. De heer Jongens. Ja, nou, de eerste opmerking van, zoals aangegeven was vorige week, was die bijeenkomst. En van het weekend bekroop mij het gevoel van vreemd. Dat is eindelijk wat blijven hangen. Het was wel een inspirerend verhaal, maar hoe gaat het nu verder? Dus toen zijn wij in dat gat gesprongen, dat is één. Twee, het is een uitnodiging om een verkenning te starten. En ja, dat zit er eigenlijk in het dictum, heeft u dat ook kunnen lezen, dat het ook een uitnodiging is voor de wethouder om een proces op te starten waarbij wij ook betrokken zijn. En de derde vraag, van ja, bestaande technieken. Ja, het lijkt mij verstandig om op het moment dat je daarmee bezig bent, om dan de bestaande technieken te gaan bekijken. En niet toekomstige technieken, want anders dan komen we toch in het parcours terecht van mevrouw Baaslag, die ook altijd met fantastische vergezichten komt, maar die nog niet concreet willen worden. De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Is het dan een idee om het woord huidige te vervangen door actuele, bijvoorbeeld? Om dan wel met de tijd mee te kunnen gaan wat deze motie betreft. En ik ben toch nog een beetje op zoek naar uw eigen visie op de ambitie zoals u die voorspiegelt. Kunt u mogelijk wat cijfers of wat dan ook eraan hangen. Ik weet dat ik zelf ook heel veel moeite heb met het concreet worden van de voorstellen, voordat u die mij teruggeeft. Toch ben ik even benieuwd. Nou, ik heb op de basisschool geleerd dat actueel en huidig, dat dat synoniemen zijn. Dus ik zie daar geen verschil tussen. Ten tweede, ja, er wordt door het, de overheid genoemd dat in 2050... 80% minder CO2 uitgestoten moeten worden. Dus dat is een beetje een stip op de horizon. Daarom hebben we ook gezegd van we gaan niet op 2050 zitten, maar laten we nou een realistische periode nemen die nog redelijk te overzien is, 2030. Voorzitter? Ja, laatste keer en dan stel ik voor dat we naar de wethouder gaan. Dan begrijp ik het dus goed, eventjes voor de volledige helderheid, dat u mikt op die 80% CO2-uitstoot. Maar daarvoor gaan we wat zitten met dat we in ieder geval goed op weg zijn naar. Dat is een beetje de samenvatting van uw antwoord. Klopt dat? Nou nee, want dat staat niet in het in de motie. Maar dan moet u toch nog maar eens even wat leesoefeningen doen. Akkoord. Ik stel voor voorzitter, dat... Ja, de heer Mulder. Ik wil daar toch wel wat ondersteuning aan de Partij van de Arbeid geven.
Kijk, wij zijn nu al een hele poos onderweg om duurzame energie ook in Hardenberg van de grond te krijgen. We zitten nu, als die windmolens doorgaan, op 9%. We zouden eigenlijk in 2020 al 14% moeten halen. Dat wordt al hartstikke lastig. En als we dan naar 2050 toe gaan, dat we daar 100% duurzame energie zouden op moeten wekken. En die 80% CO2-reductie, dan leek het ons, overlegs met de Partij van de Arbeid, prima zaak om toch 2030 daarvoor te nemen. En daar te kijken van met de innovaties die er op dit moment al zijn en overal aangebracht worden, dat we daar dan misschien wel naar de 60% zouden kunnen toegaan. Dat wordt hartstikke lastig, want we zien nu ook wel dat we in bestemmingsplannen al diverse mogelijkheden gegeven hebben tot biovergisting. Het komt niet van de grond. Dus ja, we moeten denk ik nu slagen gaan maken en de verkenning nu opstarten om toch in 2020 datgene te doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Akkoord, dank voor de toelichting. Ik kijk nog even in de richting van mevrouw Van der Hoek en dan gaan we naar de wet. Als recent mede-indiener, hoe concreet wilt u het hebben of wilt u gewoon erover gaan praten met elkaar met een vergezicht in de toekomst, want dat is waar het hier over gaat. Al die punten en komma's die kunnen we dan bespreken. Doet u mee of niet? Dit nodigt uit voor een reactie, de heer Rodemond. Voorzitter, ik neem aan dat ik dan ook het woord mag voeren. Natuurlijk doen wij mee met een gesprek, alleen is het mijn vraag, we dienen nu een motie in. Die zegt, wij gaan het hebben over een ambitieuze lange termijn doelstelling. En mijn hele simpele vraag was alleen maar, wat is die ambitie? Wat ligt daaronder voor gedachten? En die gedachten krijg ik nog van u als mede-indiener, nog van de PvdA of van de ChristenUnie, vrij concreet voor mij. Dus kan ik eigenlijk heel moeilijk sturen op waar ga ik überhaupt in mee? Kijk, als we zeggen, er is een ambitie om 100% duurzame energie op te wekken in 2030, kijk, dan is dat een cijfer. Of je dat gaat halen en op welke manier, kijk, dan kunnen we het mogelijk nog over hebben. Maar dan hebben we in ieder geval een richting. Nu kan het alles zijn tussen 8% en 100%. En dat vind ik dat is, wat vaag. Nou, als u het dictum leest, dan staat er staat duidelijk de mogelijkheden te verkennen om tot een ambitieuze doelstelling te komen. Dus dat, u heeft in dat geval gelijk, het is vaag, maar het is aan ons om dat verder in te gaan vullen. Akkoord. Voorzitter. De heer Bak, als ik daar mag reageren. Als laatste in deze rol. Ook wel even reageren op de heer Rodemond. Ik denk dat we hier een punt hebben wat door de Partij van de Arbeid aangedragen wordt, waar wij als VVD in ieder geval graag in mee zullen doen. Dat we met elkaar het gesprek eerst maar eens moeten gaan voeren op basis van wat haalbaar is. En de verkenning vind ik dan meer dan uitstekend. Meneer Rodemond, op voorhand kun je niet alles dichttimmeren. Dus ik zou het heel plezierig vinden om gewoon met elkaar dat gesprek te voeren. En hopelijk komen we dan met elkaar ook tot een ambitie die voor ieder aanspreekbaar is. Dank. Deze motie draagt het college op om een ambitie inderdaad te gaan formuleren, samen met de raad. Daarvoor is het ook goed om te kijken in de richting van de wethouder. In dit geval de heer De Vent. Dank u voorzitter. Deze wethouder staat te trappelen om iets te mogen zeggen. Want er kan in een week tijd heel veel gebeuren volgens mij. Een week geleden zaten we hier ook met een deel van uw raad. En toen hebben we een aantal mogelijkheden verkend in de praktijk. En ik heb ook gemerkt dat u dat heeft gewaardeerd, waarvoor dank. Hoe het in de Achterhoek er naartoe gaat, Hof van Twente, met heel veel gepassioneerde mensen die ergens voor staan. En die, ook heel, die durven ook naar die horizon van 2030, 2050 te kijken. Nou, we hebben afgelopen maandagmiddag een bijeenkomst gehad met veel ondernemers hier in het huis, die ook echt iets hebben met het onderwerp. Die zeggen natuurlijk, pas mij dat ook wel economisch gezien, maar ik heb ook iets met duurzaamheid. En als u mij nu op weg helpt, de weg wijst, want soms is het een ingewikkeld land, hè, met subsidies en allerlei regelingen, maar dan komen we wel ergens bij elkaar. Dus er is volgens mij heel veel energie om dit nou eens met elkaar goed op te pakken. Dus ik ben alleen maar blij met in feite de ondersteuning die die motie ook als zodanig interpreteer. Want wij zijn al bezig met de voorbereiding van een verkenning. Want ik ben het wel met veel sprekers eens, en ook met de indieners, dat je eerst moet weten waar je het over hebt en wat die mogelijkheden zijn. Verken nou eens al die opties. En kom dan eens met een realistische ambitie. Dan kun je pas een realistische ambitie met elkaar maken. En dan gaat het over zon, wind, biogas, restwarmte en misschien zijn er nog wel meer. Dus we hebben ook een extern bureau nu aan de hand genomen
waarvan we hebben gezegd, verken die mogelijkheden voor onze gemeente. En wij komen voor de zomer met een werksessie met uw raad om die mogelijkheden met u te delen. Dus wij komen voor de zomer, let wel, bij u terug met een verkenning, zodat we in de loop van dit jaar met elkaar ook een besluit kunnen nemen. Want dan zeg ik wel tegen uw raad, oké, en dan gaan we ook voor die ambitie. En dat betekent ook keuzes maken. Dus ik vind het heel mooi dat u de handschoen oppakt. Ik wil het graag als portefeuillehouder en het college wil het ook graag. Maar dan zullen we ook op dat moment, als we kiezen voor een stevige ambitie, ook die keuzes moeten maken. Dus ik zie het als een ondersteuning, voorzitter. En in die zin kan ik dit ook aanvaarden. Akkoord. Voorzitter, ik had nog een vraag over het verschuiven van de excursie naar Sabek. Ja, Sabek stond inderdaad ook al met AE is het volgens mij op ons lijstje. En we hebben gezegd vorige week in ons enthousiasme van laten we daar onze raadsexcursie aan koppelen, maar die is volgens mij pas echt in het najaar. Nou, als we het gevoel willen hebben bij de mogelijkheden van de verkenning, dan moeten we dat naar voren halen. Dus ik heb gevraagd in de griffier om in overleg met uw agendacommissie en met uw raad te zorgen dat we voor de zomer een bezoek kunnen brengen met elkaar aan Sabek. Want dan is het natuurlijk ook prachtig weer en dan kunnen we zien ook wat de zon allemaal met ons kan. Akkoord. Dank voor de toevoeging nog. Is er behoefte aan een tweede ronde? Of mag ik de motie in stemming brengen? Ik denk dat ik de motie in stemming mag brengen. Het verhaal is helder en duidelijk. Kunt u instemmen met de ingediende motie, die inmiddels ingediend is door de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA, ondersteund wordt door GroenLinks, VVD, D66. En volgens mij heb ik dan alleen nog een vraag liggen bij opkoers.nu. Voorzitter, nog één vraag aan de portefeuillehouder. Ik denk dat het goed is om te weten, gehoord hebbende de wethouder en de toestaan om naar Sabek te gaan. Het lijkt een heel lullige vraag, maar zo is die niet bedoeld. Weten ze in Sabek ook daadwerkelijk dat wij komen? Ik ga ervan uit dat men daar van op de hoogte is. Maar ik, als u besluit dat nodig heeft om deze vraag nog te beantwoorden, dan is de wethouder bereid. Nou, we hebben de lijntjes gelegd via de insprekers die we vorige week dinsdagavond hier hebben gehad. Dus volgens mij is die weg heel erg kort. En als het moet, spreek ik ook nog een woordje Duits. Dus dat komt goed. Akkoord. En ik constateer ook nog steeds dat de grens open is. Dus wij kunnen ook sowieso naar Duitsland toe, heer Botter. Wat is dan uw antwoord, zou mijn vraag zijn, vanuit de fractie van opkoers.nu? Voorzitter, het antwoord is dat wij deze motie, en die wordt straks in stemming gebracht, dat wij die kunnen ondersteunen. Ja, ja, ik was al bezig met de stemronde, maar goed, dat geeft dan niet. Het antwoord ja. Ik constateer dat alle fracties hier aanwezig instemmen met deze motie en zijn uitwerking zal krijgen. Dank daarvoor. Akkoord. Komen wij bij de hamerstukken van vanavond. Allereerst agendapunt 7, de beheersverordening SIPPILO, behoefte aan de stemverklaring. Niet het geval, u kunt daarmee instemmen. Algemene stemmen hier aanwezig aanvaard. Akkoord. De beheersverordening Dedemsvaart wonen aan de Kotermeerstal. Stemverklaring niet aan de orde, u kunt ermee instemmen, dat is ook akkoord. Dan komen wij toe aan agenda punt 9, bestemmingsplan herontwikkeling landgoed de Grote Scheren. Behoefte aan een stemverklaring, dat is niet het geval. Wellicht moeite waard voor een werkbezoek ook daar te organiseren. Kunt u instemmen met dit voorstel, akkoord, akkoord. Agenda punt 10 tenslotte. Bijna follow-up, verslagjaar 2015, horizontale verantwoording, archiefbeheer, gemeente Hardenberg. Follow-up is dat, kunt u daarmee instemmen? Akkoord. Agenda punt 11, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dan zijn wij toe aan agenda punt 12, de sluiting van de raadsvergadering van dinsdag 23 februari. Dank voor uw inbreng, de vergadering is gesloten. Ik stel voor dat we rond 8:15 de oriënterende ronde vervolgen.